Hoi, mijn naam is Rijk Hofman en leuk dat je kijkt naar MTV Now. Ik heb een zesde zintuig. Ik kan het eerlijk zeggen, ik deed namelijk vorige week deze voorspelling. Binnen een paar maanden hebben zij wat. Ja, en sindsdien is dit verschenen, dus ja, eerlijk, je kan wel een beetje zeggen dat ik vanaf nu te boeken ben voor feesten en partijen. Dus mail me naar Rijk @ ik ben vanaf nu te boeken voor 100 euro per minuut, want ik voorspel je toekomst.nl. Dames, we gaan het hebben over Kaarsen van Voort. Een van de knapste mannen van Nederlands bodem. Kan makkelijk in het rijtje met Channing Tatum en Leonardo DiCaprio. Moet ik wel zeggen, hij komt als derde. Nou, ook hij loopt wel eens een blauwtje. Dan liet hij ons dan weten. Ben je ooit afgewezen? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Nou, goed nieuws. Hij heeft eindelijk verkering met de bloedmooie Moïse. Ja, ja. We dansen samen de Pastella. Maan, die toevallig ook met Kai heeft gezoend. Ja, ik heb daar oprecht wel van genoten. Heb je daarna nog een keer gedaan? Het was niet de enige keer. En ook niet meer single is, heeft toevallig wel een single gedropt met niemand minder dan Jonna Fraser. Ja, ik heb spijt. Laat het niet altijd merken. Soms gaat alles mis. Probeer het ook te laten werken. Waar ik dan nog blijven word, ze is gespot in de studio met Anouk. En we zijn natuurlijk al super lang benieuwd wanneer zij een track uitbrengt met haar grote nieuwe liefde, Tony Junior. Wacht, even tussendoor. Ik heb natuurlijk een zesde zintuig. En ik voorspel dat voor het eind van de zomer Tony en Maan een nieuwe single hebben gedropt. The wait is over. Het moment was daar. Kanye heeft zijn nieuwe album gedropt, genaamd Ye. Yeah. Ja, en wat mij dan vooral opviel was de cover. Daarop staat namelijk de tekst: I hate being bipolar. It's awesome. Beyoncé had one of the best videos of all time. Dat verklaart een hoop. Nou, goed dat hij het erover heeft, want er heerst nogal een taboe op mentale problemen. Nu zijn er al een aantal celebrities die dit doorbreken, zoals Selena Gomez, zoals Demi Lovato, zoals Kanye West, Zayn en mijn all-time favorite, ja, mijn guilty pleasure, Miley Cyrus. Die spreekt openlijk over haar depressie. Lekker bezig. Dit was MTV Now voor deze week. Ik zie jullie volgende week. Rijk op je beeldscherm.